Welkom bij een nieuwe aflevering van de talkshow AF Live vanuit de nieuwe locatie, het gewelf van het Amsterdam Museum. Deze uitzending staat geheel in het teken van de nieuwe groepstentoonstelling Refresh Amsterdam die morgen opent. De tentoonstelling is een samenwerkingsproject over stadscultuur met werk van maar liefst 25 verschillende hedendaagse makers rondom het thema Sense of Place. We spreken straks met curator Imara Limon en makers Ira Kip van Kip Republic en Kevin Osepa over hun werk. Dichter The Legendary Black Eyes schreef een spoken word performance voor het werk van Kip Republic die te horen zal zijn in de tentoonstelling. Voor AM Live draagt hij deze performance zelf nog een keer voor vanuit The Warehouse in Philadelphia. Ook leggen we een virtuele reis af langs een aantal partners van de tentoonstelling. We interviewen het collectief We Sell Reality en kunstenaar Bas Kosters. Hij geeft ons een sneak preview van zijn werk op zaal. We sluiten de avond af met het collectief United Painting, die de grafische identiteit van de tentoonstelling bepalen. En zijn zij ook al de hele week schilderingen aan het aanbrengen op een groot tapijt op de binnenplaats. Maurice, even hier, waar zitten we precies? We zitten hier in het gewelf, Margriet, van het Amsterdam Museum. En het gewelf van het Amsterdam Museum is eigenlijk een soort van middeleeuwse kelder, mag je eigenlijk niet zeggen. Maar het is toch wel een middeleeuws bouwwerk. Het schijnt dat dit gewelf, het is hier nu afgesloten, maar dat het helemaal doorloopt tot aan de Dam. Nou, het is een hele spannende locatie. Het is echt onder het museum. En je schijnt hier zelfs ook nog te kunnen trouwen. Dus mochten mensen inspiratie hebben opgedaan. Heel goed, je blijft een salesman, hè? Hartstikke goed. Maar laten we beginnen. Want op deze spannende plek, ik ben benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Let's go! Let's go! Morgen opent dus de tentoonstelling Refresh Amsterdam. Een eerste editie van een tweejaarlijkse manifestatie rond Amsterdamse stadscultuur. Voor de tentoonstelling is door de broers Aram en Jurjam de Groot een hele passende trailer gemaakt. Laten we daar alvast even naar kijken. Veelbelovend en dat smaakt naar meer. Maar gelukkig is er ook meer. Want hier aan tafel gaan we in gesprek met Ira Kip van Kip Republic, Kevin Osepa, fotograaf en curator van het Amsterdam Museum, Imara Limon. Welkom. Imara, jij bent de curator van de tentoonstelling en hebt heel lang aan dit project gewerkt. Morgen is het zover, de opening. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er zeker klaar voor. De aanloop hier naartoe was alleen al zo leuk. Ik kan niet wachten om dit met nog meer mensen te delen. Ja, want kun je ook vertellen hoe je te werk bent gegaan? Want je hebt het niet alleen gedaan, maar met heel veel mensen dus. Hoe zag dat proces ongeveer eruit? Ja, aan het begin van het jaar hebben we een open call uitgezet samen met een selectiecommissie. Dat zijn vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners van dit project, deze manifestatie over stadscultuur. En daar vroegen we eigenlijk hedendaagse makers om zich aan te melden met een project of een kunstwerk rond het thema Sense of Place. Nou, daar kregen we enorm veel aanmeldingen op en we hebben een selectie gemaakt van 25 makers voor de tentoonstelling hier in het Amsterdam Museum. En daarin raakten we enorm geïnspireerd door al die onderwerpen, heel uiteenlopend we zijn blij met het resultaat. Ja, nou, een van de makers zit hier aan tafel, Kevin Osepa, fotograaf. Kevin, je hebt al in je carrière, je bent nu nog eigenlijk veelbelovend, maar je hebt ook al enorm veel furoren gemaakt. Je bent op een scene geweest, je bent talent geweest op een scene en fotografiebeurs. Maar je hebt nu dus ook het campagnebeeld geschoten voor de campagne van Refresh. En die is op dit moment in het straatbeeld te zien, overal in Amsterdam en omstreken. Hoe vind je het om je werk zo in het straatbeeld te zien hangen?
Ja, nee, ik vind het fijn. Het is verrassend als je gewoon rondrijdt en je het ineens ziet. Maar ik vind het ook een heel mooi beeld. Dus ik ben ook een beetje verliefd op. Dus ik vind het heel fijn dat dat is wat het is geworden. Ja. Nou, gefeliciteerd in ieder geval. Yes. We gaan er zo over verder praten. Cool. Hey, en Aira Kip van Kip Republic. Jullie hebben gereageerd op de open call. Wat voor soort werk maken jullie? Kip Republic, we zien onszelf een beetje als een cultureel collectief. Een platform dat wij eigenlijk voor Amsterdam en eigenlijk moet ik zeggen de wereld hebben opgericht voor enerzijds onszelf, om onze visies, dromen te verwezenlijken binnen verschillende kunstdisciplines. Daarnaast ook om andere makers en kunstenaars uit te nodigen om dat samen met ons te doen. En dat doen wij van Amsterdam tot New York, Londen, Aruba, Curaçao, Suriname en alles dat daartussen zit. Ja. Dus, maar wel met Amsterdam als onze thuisbasis. Nou, dat is eigenlijk een heel mooi bruggetje naar ook Imara, want Sense of Place is het thema. Hè? We zitten hier in Amsterdam Museum, Stadsmuseum. Het gaat heel erg over de stad, hè, wat Aira ook al aangaf. Wat is voor jou Sense of Place? Ja, sense of place, het zit hem al in het woord. Sense, het gaat heel erg over hoe voelen mensen zich hier in de stad. Dus niet wat is de stad, maar individuen, wat vinden zij ervan? Kunstenaars, wat zien zij om zich heen? Hoe mensen zich met de stad verbinden. En dat kan gaan over emoties, maar het kan ook gaan over wat heb je hier meegemaakt? Voel je hier thuis? Hoe verhoud je je tot de stad? Mooi. Imara, de stadscultuur, dat is eigenlijk een beetje het thema onder Sense of Place. Wat is nou typisch Amsterdamse stadscultuur? Nou, dat is heel grappig dat je typisch zegt, want dat is nou net waar we niet naar op zoek zijn. Oh. Want typisch staat voor mij voor de dingen die we al kennen. Bijvoorbeeld het erfgoed wat je ziet hier in de museumcollecties, maar ook wat je ziet in de publieke ruimte aan kunst, aan erfgoed. Dat vinden we misschien wel typisch, omdat we het elke dag al zien. Maar wat zijn nou juist de dingen in de stadscultuur van Amsterdam die je nog niet tegenkomt? Nou, dat is voor iedereen anders en daarom hebben we ook zoveel makers uitgekozen om al die blikken op die stadscultuur te kunnen vertegenwoordigen. Ja, je hebt hier ook een essay over geschreven. Ook de bekende schrijver Abdelkader Benali heeft ook een essay geschreven, speciaal voor Refresh. En dat is ook gepubliceerd, alle tweede essays, op de website van Refresh. Waar gaan die essays over? Ja, wat Abdelkader schrijft, dat is heel mooi. Hij komt ook uit Amsterdam en hij kan heel mooi weergeven hoe je op een plaats niet alleen maar bevindt, maar hoe je je ook er doorheen beweegt. En in zijn tekst gaat het erg over mensen die zich altijd maar bewegen door Amsterdam, bijvoorbeeld op een scooter. En hij verbindt dat ook aan de verschillende kunstwerken die niet een statisch moment vastleggen, maar die telkens die wisselende blikken, die wisselende momenten vangen van mensen die soms hier zijn, soms weggaan, soms niet hier geboren zijn. Maar zich wel allemaal proberen thuis te voelen. En hij heeft het ook over kunstenaars die een hele specifieke rol daarin spelen, die echt ook mensen kunnen prikkelen om aanzetten, om iets meer verder te kijken dan wat je op het eerste oog ziet. En nou, dat inspireerde mij ook weer in, een beetje een wisselwerking, die teksten. En het inspireerde mij ook weer om het hele verhaal vanaf het begin van hoe komen we hier nou bij? Waarom nou die stadscultuur? Wat ontbreekt er dan om Amsterdam te moeten verfrissen? Om dat te omschrijven. En ook waar dat voor mij persoonlijk vandaan komt. Vanuit mijn kunsthistorische achtergrond en in erfgoed. Wat ik nou zie en wat ik nou eigenlijk mis in hoe we de stad vertegenwoordigen. En ik ben daar zeker niet de enige in. Dat is ook een grotere beweging in musea en in erfgoed. Om dat te willen aanvullen. En ik denk dat we daar juist ook door het samen met zoveel partners, met zoveel makers te doen. En ze ook allemaal even één voor één, of nou niet allemaal, maar heel veel langs te lopen in die teksten, dat je daar ook al een eerste impressie van krijgt. Ja, dus jullie introduceren eigenlijk ook echt gewoon nieuwe perspectieven, nieuwe stemmen, voor een deel nieuwe makers, ook al zijn die soms al jarenlang actief, ja. Aan die wereld van cultuur, historisch erfgoed, ook van het museum, maar ook van de stad zelf. Ja. Maar als je dan kijkt naar het werk van Kevin, want ik ben benieuwd, jij brengt toch de wereld van Curaçao ook met je mee, die leeft met jou mee hier. Ja, en ik kreeg wel wat vragen natuurlijk over jouw campagnebeeld, ook van, mm-hmm. Hey, maar het ging toch over Amsterdam, en zo ziet Amsterdam er niet uit, zeg maar. Kun je daar iets over uitleggen, hoe dat bij jou werkt? Ja, sense of place, ik vond het een hele mooie thema, omdat ging ik ook nadenken over wat zijn plekken dat ook beladen zijn die indirect gelinkt zijn aan Amsterdam of direct gelinkt zijn. En als je kijkt naar koloniaal verleden, wat ook een heel grote rol speelt in mijn werk,
Als we gesprekken hebben over hoe welvarend Nederland was in de koloniale tijd, vond ik het interessant om ook te kijken naar plekken die een soort van trauma dragen van zo'n koloniale tijd. Dus vandaar dat ik ook heel erg ben gaan kijken naar plekken op Curaçao waar het zichtbaar is. Bijvoorbeeld in mijn werk speelt de Kloof een heel groot rol. En dat is een plek dat, als je kijkt naar verzetstrijd van 1795, daar hebben heel veel tot slaaf gemaakt hun leven kwijtgeraakt. Het is een plek dat tot de dag van vandaag ken je heel veel spookverhalen, geestverhalen. Mensen die zeggen dat ze daar niet durven te rijden en omweg zoeken. Dus het is een plek waar je gewoon heel veel verhalen en trauma ziet. En ja, dat is gelinkt precies. Aan hier. Ja, yeah, en it deserves a place in Amsterdam om het gezien te worden. Ja. Ja. En tegelijkertijd, jij brengt dat ook weer mee als Amsterdammer. Ja. Aira, bij jullie gaat het ook over een soort geestelijke staat van zijn in Amsterdam. Of het nou gezonde geest is of niet. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, waar wij voor gekozen hebben om als Kip Republic, allereerst wil ik zeggen, ik ben blij dat wij ook een stem hebben gekregen in Refreshed. Vooral ook naast de andere makers waar wij ontzettend door geïnspireerd raken. Bas Kosters en ook Kevin natuurlijk. Waar wij vooral over iets over wilden zeggen binnen deze tentoonstelling is de geestelijke staat van de stad. Dan hebben we toevallig ook nog met een pandemie te maken. Ja. Dat heeft ook weer een soort van extra laag gebracht op dat gesprek. Maar vooral ook wilden we gaan kijken van wat zijn dan de triggers die nu vooral spelen, die eigenlijk niet zichtbaar zijn op de oppervlakte, maar wel spelen, zeg maar. Dus we wilden eigenlijk het gesprek doorbreken of openmaken voor hoe staat de gezondheid, de geestelijke gezondheid van Amsterdam momenteel. Hoe moet ik dat zeggen? Hoe, wat is de staat daarvan? Ik denk dat heel veel mensen het zwaar hebben, hè? Ja. Met de hele pandemie opgesloten Zeker. Zijn, niet in contact zijn Juist. Met de mensen om je heen. Ja, en Ira die woont op de Albert Cuyp. En aan de ene kant van haar straat wonen heel veel oudere mensen. En toen de lockdown begon in maart, toen zag je letterlijk alleen constant een ambulance voorbij komen die iemand kwam ophalen. Dus we zijn een soort van opgesloten geweest in onze space. Mm-hmm. En we zagen wat er met elkaar gebeurde, een soort van op afstand. Dus ja, dus wij vonden het belangrijk om vooral daarmee aan de slag te gaan. En het wordt ook een thema voor Kip Republic in 2021... om op verschillende manieren het gesprek over geestelijke gezondheid aan te kaarten. Jullie hebben jullie werken eigenlijk heel multimediaal, vanuit theater. Ja. We gaan zo ook een performance bekijken. Kun je daar iets over vertellen? Zeker. Wat wij gemaakt hebben is een dansfilm met Faiza Grotens, choreograaf en Amerikaanse dichter Legendary Black Eyes. Wat wij wilden is dat hij eigenlijk op zoek ging naar zijn eigen geestelijke gezondheid. En vanuit dat gegeven woorden ging opschrijven waar vervolgens Faiza haar interpretatie en haar geestelijke gezondheid in ging creëren als het ware. Daar is een ontzettend mooie danschoreografie uitgekomen. En daar hebben we een verhaal soort van omheen gebouwd van een persoon die dus constant op zoek is naar een sense of place in die Laten video. Laten we even gaan kijken. Ja. It is the night when the silence inside is the loudest, most crowded place. In space we thought ours alone, now inundated with caterwauls, clashing against the cadence of the psalm our spirit desires to sing, finding no melody, where trial and triumph tirelessly attempt to tango, stumbling over the feet of falsehood, torturously stepping on the toes of truth, refusing to let her lead, finding no rhythm. It is the night when the distance between insanity and certainty are abated, where once percipient pastures are plowed, prepared, and permeated with seeds of sorrow, propagating an unhealthy harvest that sows no peace. Stillness is a luxury loss. Calm becomes the caveat preceding the quiet chaos that causes me to shrink further inside myself, where there is no solace for my soul, no satisfaction for my spirit. It is the morning where the sand grouse's song is a resounding reminder of resilience and rebirth, of resurrections and reconciliation, rousing my being into present, reassuring me of life's irradiant harmony, a happy hurtling from harm,
where Bastille in bondage, unshackled from chakras, bringing new beginnings, brief breaks and balance, a calm ballet before the beckoning night, when the silence inside is the loudest, most crowded place. In space we thought ours alone, now inundated with caterwauls, clashing against the cadence of the psalm our spirit desires to sing, finding no rhythm. Wow. Erg onder indruk van deze performance. Ja. En ik denk ook dat de woorden, als je goed luistert, dat voor iedereen wel een beetje geldt. Dat we de silence inside, daar heeft hij het over, hè, de stilte. En ik denk dat iedereen die nu op zijn manier deze pandemie meemaakt, die heeft dat, die voelt dat ook. Dus ik vind het heel mooi hoe dat hij op deze manier in een gedicht heeft weten te vertalen. Het raakt elke keer weer als ik het zie. Hoe heb je eigenlijk contact gelegd met deze Amerikaanse dichter in coronatijd? Nou, ik heb 2 kinderen met hem. Oh! Dus dat was heel makkelijk. Kijk, gewoon even over sense of place op de bank. Oh, by the way, kun je misschien een gedicht schrijven? Oké, okay, nou, goed om te weten. We vliegen even naar de overkant, naar Imara. Imara, jij bent natuurlijk de curator, hè, van de tentoonstelling. En wat hier ook natuurlijk heel bijzonder aan is dat het een multidisciplinaire tentoonstelling is. Dus we zien literatuur, we zien video, we zien schilderkunst, misschien allerlei verschillende disciplines hier terugkomen. Je vertelde al dat tot stand is gekomen uit de selectie van een hele grote open call. Maar hoe stel je een multidisciplinaire tentoonstelling samen? Ja, nou, dat was voor ons ook even zoeken. En ik denk, we hebben dat heel bewust gedaan ook met die samenwerkingspartners in gesprek. Want soms begint een voorstel met een thema wat verschillende kanten op kan gaan. En juist het mooie was dat kunstenaars, makers die al op het pad waren om net iets anders te proberen, nu ook de ruimte daarvoor hebben gekregen. Kunnen bijvoorbeeld een publieksprogramma maken. Theatermakers die dan een kunstvoorwerp bijna wel maken in een ruimte, in een tentoonstellingszaal. En zo net even wat nieuwe experimenten kunnen doen. Ja, je gebruikt ook het woord makers, of dat wordt in ieder geval voor Refresh gebruikt, in plaats van het woord kunstenaars. Heeft dat daar ook iets mee te maken? Ja, dat makers, daarbij denk ik wel aan iets breders dan wat je een beeldend kunstenaar zou noemen, die echt een object maakt of iets conceptueels of een video. Bij maker kan het ook heel goed zijn dat je juist mensen bij elkaar brengt, iets produceert, in plaats van letterlijk iets maakt. Dus het is gewoon net iets breder qua begrip. Het is ook weer een link met co-creatie waarschijnlijk. Hè? Veel van de makers die we hebben uitgekozen, die zijn toch ook heel veel samen met alle communities aan het maken. Ja, dat klopt. Ja. Imara, de verf is bij sommige werken nog nat. Letterlijk. Bijvoorbeeld, er is een prachtig werk van Raquel van Haver ook. Echt de afgelopen week, volgens mij gisteren pas, het museum binnengekomen. Hoe vormt dit nieuwe werk een aanvulling op het historische erfgoed wat al in de collectie van het Amsterdam Museum zit? Ja, het nieuwe werk, het staat er ook helemaal niet los van. Ik denk ook dat mensen die nu ervaren dat misschien hun verhalen, bijvoorbeeld over iets als gentrificatie, wat nu al actueel is in de stad, dat nog niet zo goed vertegenwoordigd is in zo'n collectie. Het is natuurlijk niet iets nieuws dat mensen gedwongen of bijna gedwongen worden om ergens anders te gaan wonen, maar wel die actualiteit er heel erg in vangen. En in het erfgoed van het museum en van de stad zie je natuurlijk ook veel verhalen van mensen die de rijkdom mag, tijd hadden om hun erfgoed achter te laten en die herinnerd worden. En als je nu kijkt naar wat we vandaag willen herinneren, is dat niet alleen dat. Het is juist een zo breed mogelijk scala aan perspectieven van mensen die wonen in de stad of die zich daarmee bezighouden met die thema's die er spelen. Misschien een mooi bruggetje ook naar dat we dit dus met heel veel partijen hebben gedaan, overal in de stad. En ze hebben wat videoboodschappen achtergelaten voor ons. Verschillende locaties, verschillende mensen die hebben meegewerkt met de jurering. En laten we even gaan kijken. Mijn naam is Mitchell Isaias van de Black Archives. En wij zijn een van de samenwerkingspartners van het project Refresh Amsterdam. Amsterdam is de stad waar ik zelf ook ben geboren en getogen. Geweldige stad, veel dynamiek, heel veel mensen met allerlei culturele achtergronden en verschillende identiteiten. Ik ben Sharda Balgebind. Sense of Place is voor mij dat je echt contact maakt met de plek waar je je bevindt. Ga eens op onderzoek uit, wat maakt de plek uniek? Ik vind het ook altijd leuk als mensen hier voor het eerst komen bij CBK Zuidoost, dat ze zoiets hebben van, wat een leuke, inspirerende plek. En kom gewoon ook een keer naar Zuidoost en ervaar het. Ervaar ook een echte
Het is echt de Zuidoost. Hey, ik ben Sandra Smellers. Ik ben programmeur bij het Comedy Theater. We hebben hier programma's rondom de thema's queer identities, roots, stadscultuur. Wij zijn ook partnerorganisatie bij Refresh Amsterdam. En in dat kader organiseren we samen met Tina Adeboale en Kip Republic een event op de 23e. Oscom voelt voor mij als een sense of place, omdat Oscom staat voor verbondenheid en het voelt ook als thuiskomen. Oscom bevat deze kenmerken omdat wij steeds nieuwe tentoonstellingen hebben die voor en door de community zijn gemaakt. Hier hebben we bijvoorbeeld Black News. En hier achter mij is de New Normal te zien. Ik ben Arthur van Beek, medeoprichter van Sexyland. Voor ons is a sense of place ergens zijn, ergens aanwezig voelen. Je voelt de ruimte. Die ruimte is niet van ons. We hebben hem gekregen, we hebben hem genomen. We hebben hem teruggegeven aan de stad. Zoals wij hebben hier ruimte gegeven voor de donkere kanten, de nacht. Maar ook voor de open, de luchtige kanten, de vrolijkheid. Hier hebben we alles kunnen delen. Sexyland is eigenlijk een sense of place. Nou, we kijken echt ongelooflijk uit naar de opening van morgen. Dank voor jullie komst. Aira, Kevin, Imara, heel veel succes met de laatste loodjes. En heel veel plezier morgen ook, hè? Dankjewel. Yes. Dankjewel. Aangeschoven bij ons aan tafel zijn Elke en Nuziba van We Sell Reality, een collectief kunstenaars, waaronder veel vluchtelingen die jarenlang hebben geprotesteerd tegen de inhumane situatie waarin ze verkeren. We schakelen even over naar het Engels. Welkom Elke, welkom Nuziba. Elke, to start with you. What is We Sell Reality? And there's also something as We Are Here. So could you please explain? Yeah, We Are Here is a refugee collective of refugees in limbo that started the protest in 2012 in Amsterdam. They occupied like a lot of different buildings in Amsterdam to show that they are here. Because there are many, like around like 15,000 refugees in limbo in the Netherlands, and they have hardly no rights. So they wanted to show how hard it is actually to survive for them in our city, in our country. And We Are Here, I was supporting We Are Here since 2012, and slowly we started to like make banners for protests, and these banners became more and more crazy, and that's and fun and like artistic, interesting, and so that's why we slowly developed like the idea to set up a label, We Sell Reality, and We Sell Reality is an open source collective of undocumented and documented artists, and we make installations, we do interventions in public space in the same style of We Are Here, that we try to address the vulnerable, precarious situation that refugees in limbo are in. And it's like, it's a protest. It's a continuation of the protest. Yeah. Yeah. You're one of the artists of We Sell Reality. Can you describe for our listeners and also for our viewers, of course, what kind of art did you make for Refresh? I joined the project recently, and for me, because I'm an undocumented refugee lives in the Netherlands as well, so when Elka told me about the project, I thought, oh, you know, like this is something actually represent me and represents other refugees, because our goal is like to help refugees to get access to basic rights that everybody has in the Netherlands, for example, like right of education, right of work. So for me, because it's basic that we are like human beings and we need to have such an access, but unfortunately with the current situation that we live, if you are like undocumented, you don't have papers, so like all those like rights are like taken away from you. So the work that we did actually is like we are like thinking and trying to find a way how could we make that possible, and how could we make that like actually realistic. Was it hard for you to make this actually?
Yeah, at the beginning, like, to be honest, it was hard because I'm having like an agricultural background. So for me, it was like a bit weird to adjust on arts and arts project because I never been part of arts before. But then like later on, I realized that every human being is a natural like artist, you know, we are like natural artists, but we just need to think as an artist, and then we have to apply the ideas that we have. And then yeah, and then it just like it was like just like running smoothly, yeah, within a time and with like with the team that we had. How big was the team? Sorry? How many people were the team? We are like I think like more than 15, sometimes more than 20, but it depends on the project. Like not all of them are actually part. But like the last project that we did, like the Right of Work, like we are like a team of 10. And if we have different also like projects that different people can come, because like Elka and Renika also, they want to actually to divide the opportunities like equally between people, Leia, to be involved in the job or in the project. Yeah. What do you hope, Elke, that will come out of this presentation installation, or what is the future of We Sell Reality? We Sell Reality will just continue forever because I don't think like I will, like in my lifetime, the problems that refugees in limbo are facing are going to be solved. But so that's the reason why I think we will continue forever, at least till I'm not here anymore. And maybe other people can take over. That would be great. Mm-hmm. but what we want is like, yeah, we fight for the rights for like people that have hardly any rights in the Netherlands. And we try to create awareness. And we try also to, to kind of like think in practical solutions about like what can we do to actually improve the situation for the people that are in such a precarious position. And this work that is here in the Refresh exhibition, it's about the right to work. It's a wall painting where you can see like our team, a part of our team working. As we would wish to work in an open studio. The name of also of the installation, it's called Open Studio, but because we are not allowed to work together, so we cannot have an open studio, so that's why we present our open studio here. Like it's our dream, like we wish we can just like out in the open show everything, be very transparent and say like, okay, we are this. This is who we are, but we always have to like kind of like hide and like do things like under the radar. Mm-hmm. Did you feel empowered by this project, or? Yeah, it's not like like feel like empowered, but it's also like the feeling that you are actually fighting for yourself, but at the same time you are fighting for others. Because I was like for a long time just like doing nothing, but now I can contribute with my ideas, I can contribute with like my hands, with like knowledge I can share, and then I see the result, you know, like beautiful flyers or something that can actually raise awarenesses to other people that they have no idea what the refugee life is or how like those people are actually suffering. So I think it's like kind of really powerful. Shiba, I have a question about the theme, sense of place, because I can imagine that when you have a refugee background, that sense of place is a very strong theme for you personally. Can you explain what it means for you, sense of place? What is sense of place for you? It's for me, it's like, as I said, like the word refugee itself, I actually, I don't like it because it's like kind of categorize people, putting people in categories where they are like having less right, less access, and also like less, less
live, I could say. But for me, like, I kind of feel like, no, you know, I'm refugee because I didn't choose to be a refugee, but I'm refugee because I had to. And anyone at any moment could be a refugee in a certain moment. So for me, it's like, it's like, it could be also like a source of strength or something, that I want to do something to myself and I want to do something to others, because they are like, I was lucky to meet Elka, but other people, they would not get that chance, you know, like to be part of something. Yeah. Thank you. I really hope that this exhibition, in a way, is a welcoming place also for many, many of the people you work with and the refugees, not by choice. And thank you so much for telling your story here, for sharing that, and for the wonderful installation that I hope a lot of people will enjoy and, well, create some more insightful notions also on what it is to live like you in this city. So thank you very much. Dank je wel. Thank you. Maker Bas Kosters woont en werkt inmiddels al 19 jaar in Amsterdam. Hij is dol op textiel en grafisch ontwerp, maar overstijgt disciplines. Wij mochten een rondje maken met hem door Refresh en daar hebben we een reportage van gemaakt en die gaan we nu met jullie bekijken. Mijn rol binnen de Refresh tentoonstelling is denk ik heel erg persoonlijk. Het grijpt terug op een langdurige fascinatie die ik eigenlijk nooit echt heb uitgediept. Dus ik heb Refresh gebruikt als een soort moment van research om mijn eigen artistieke bewegingen wat beter te kunnen duiden in het kader van de stellingname van de tentoonstelling. Mijn verhaal voor Refresh gaat eigenlijk heel erg over hoe ik me verhoud tot het levenloze object in de stadsomgeving. En ik heb vooral vorig jaar, door niet in Amsterdam te zijn, gerealiseerd hoe belangrijk de omgeving is voor mijn welzijn. Maar ook wat voor hele specifieke relatie ik heb tot mijn omgeving. Dus eigenlijk beschouw ik het levenloze object als mijn medebewoner van de stad. En ook in welke mate jou dat een veilig gevoel geeft. Dus de installatie heet ook Red Mij, Save Me in het Engels. Ook al gaat het over veiligheidsobjecten. Dus dat is ergens wel ook een leuke woordgrap. Eigenlijk toen ik net in Amsterdam kwam wonen, toen woonde ik Antikraak in Amsterdam-Noord. En dan ging ik 's nachts altijd de straat op met een winkelwagen die ik had gevonden. En dan ging ik allemaal spullen van de straat rapen. En daar maakte ik werk mee. Die fascinatie voor objecten in de openbare ruimte hebben mij nooit helemaal losgelaten. Dus ik heb geprobeerd de pion op allerlei manieren te portretteren, maar ook mijn relatie tot het object op allerlei manieren in beeld te brengen. Nou, het is grappig. De relatie tot de pion is eigenlijk alleen nog maar specialer geworden. Maar wat ook leuk is, is dat ik ook merk dat het echt de ogen opent van mensen die hier met mij aan gewerkt hebben. Iedereen heeft een soort piongekte. Ik denk dat ik vooral wil meegeven dat ik het belangrijk vind dat we met zorgvuldigheid en liefde met dingen omgaan. Nou, eigenlijk vier ik hier die pion op allerlei manieren. Ik heb hem echt geprobeerd zijn persoonlijkheid, maar ook zijn waarde te laten zien, door hem helemaal te omarmen, door hem op allerlei manieren weer te geven. Als je iets met liefde en toewijding benadert, omarmt, dat dan ook kan groeien of bloeien. Ja, zo zie ik het eigenlijk een beetje. Of van heel erg eigenlijk. Ja, hoe zie jij dat? Heb jij van dit soort zo'n onweerstaanbare fascinatie voor objecten in de publieke ruimte in de stad? Nou, goede vraag, Margriet. Ik denk het wel. Toen ik Bas zo hoorde praten, toen dacht ik van, waar mijn oog altijd opvalt als ik in de openbare ruimte in de stad rondfiets of rondloop, dan is het eigenlijk op campagneposters.
Ja, het is een beetje lullig misschien, maar ja, campagne... Ja, maar dat soort werk doe jij, ja, dus dat is jouw focus. Ja, dat is ook mijn focus, maar of het nou mooi of slecht gedaan is, en dan heb ik het over typografieën, over kleurgebruik of fotografie. Ja, het is toch altijd wel een uitdaging om in een straatbeeld, wat al zo gevuld is als in Amsterdam, om dan op te vallen met een mooie poster. En op dit moment hebben we toevallig dan zelf twee mooie posters in de stad hangen met het Amsterdam Museum. Dus van Natasha Kensmeel, gemaakt door Hamid Salali. En ook eentje van Refresh dus. Mm. En die is dus met het campagnebeeld van Kevin Olsepe, die we net hebben gesproken. Maar goed, ja, als dat dan goed gedaan is, dan word je toch wel heel erg gelukkig daarvan. Mm-hmm, mooi. En jij eigenlijk? Bij mij zitten ze altijd vast aan mensen. Ik heb een totale fascinatie voor sneakers. Oh. Dus ik kijk altijd naar iedereen op de pont, op straat gewoon. Wat heeft iemand aan? En die wil ik ook. En ik weet precies wat voor merk ze zijn. Het is echt heel erg. Wat voor sneakers heb je zelf aan dan? Filling Pieces. Oh, ja, dat zijn wel altijd hele mooie sneakers. Ja. Nou, ik kom niet heel erg goed geslaagd ten ijs wat dat betreft, want ik heb hele andere schoenen aan. Precies. Maar laten wij gewoon vooral naar Bas Kosters gaan kijken, want die kun je dus vanaf morgen bewonderen in het Amsterdam Museum. Het is op dit moment heel gezellig in het museum, want de laatste voorbereidingen worden getroffen voor de opening van 11 december. En United Painting is een collectief van creatieve denkers en makers dat opereert op het snijvlak tussen kunst en samenleving. En zij zijn as we speak bezig met de voorbereiding van een openingsperformance, een hele grote schildering op de binnenplaats. En we hebben ze heel even naar binnen gevraagd. Het is koud buiten, heel koud, en we zijn blij dat jullie hier binnen zijn. Hoe gaat het? Dree en Marije, welkom. Maar hoe gaat het? Wat zijn jullie aan het maken? Wie mag het eerst? Marije. Nou, het gaat wel goed. We zijn nu in ieder geval 5 minuten even binnen. Dus we beginnen het wel wat warmer te krijgen nu. Met hoeveel mensen werken jullie? Vandaag zijn wij met een 8. Zoiets, ja. Ja. Het wisselt. We hebben wisselende teams. En jullie maken een hele grote schildering nu. Ja, dat klopt. Tegels van 1,5 bij 1,5. Geheel corona proof. Ja, maar eigenlijk een tapijt, hè? Het is een soort van super tapijt met allemaal onderdelen van 1,5 meter. Ja. En dat wordt dan straks aan elkaar genaaid. Of blijft dat los liggen? Nee, in dit geval blijft het liggen, want we hebben een we gebruiken een materiaal voor dit specifieke. Voor deze installatie die wat zwaarder is dan tapijt wat we in voorafgaande installaties hebben gebruikt. Dus dit ligt ook wel goed stevig. Dus het hoeft niet genaaid. Het wordt gelegd. Het wordt gelegd, natuurlijk. Ja. En het blijft ook liggen tot en met de kerstvakantie. Ja, kunnen mensen het komen zien. Tot zolang als jullie het willen hebben. Nou, zeker tot en met de kerstvakantie heb ik een goedkeuring voor gekregen. Ja. Wat komt er op het tapijt? Wat zien mensen? Nou, het zijn letters. Het zijn 5 letters en die zijn heel kleurrijk geschilderd. En we dachten dat het eigenlijk een verrassing zou zijn voor de opening. Ja. Oh, oké. Okay. Dus dat willen jullie niet verklappen? Liever niet. Oké. Okay. Nee. Morgen gaan mensen het zien, maar je moet het stiekem vast een beetje vertellen hier, toch? Ja, we kunnen zeggen dat het zijn letters die allemaal in heel veel kleuren zijn. En het gaat eigenlijk allemaal om kleur. Dat is het ding. We hebben eigenlijk 1 kleur geprobeerd te schilderen met heel veel kleuren. Maar daar zijn ook weer, en daar is Marije kan dat heel goed uitleggen, want ze heeft eigenlijk heel weinig kleuren gebruikt om heel veel kleuren weer van te maken. Toch? Want ik was heel verbaasd. Leg uit. Ik was heel verbaasd dat het ontwerp, toen Marije liet het aan me zien, zei van, er zaten eigenlijk maar 3 kleuren in. En dat vond ik heel bijzonder. Ja, dat klopt. En dat komt omdat wij verschillende patronen gebruiken. En die patronen zijn dan ook nog eens een keer in verschillende groottes. Dus als je dan bijvoorbeeld een geel en een magenta in een klein patroon op elkaar stencelt, dan wordt mengt het eigenlijk tot een soort van oranje. Dus dan creëer je extra kleuren door gebruik van patronen. En dat doen onze participanten, maken daar de keuzes in. Per dag eigenlijk kijken we daar met z'n allen naar van hoe we dat gaan aanpakken.
Ja, nou, je noemt Marije al participanten. En we hebben al geconstateerd dat jullie een collectief zijn. Er zijn misschien wel 8 mensen daarbuiten nu bezig om iets bij te dragen. Maar het is best wel mysterieus, een beetje geheimzinnig eigenlijk. Ik vind het ook wel bij dit geweld passen. Hoe jullie werken als groep. Hey, United Painting. Want jij vertelde, ja, wij kunnen gewoon via een appgroep kunnen we allemaal mensen bij elkaar brengen. Maar kunnen jullie nog 1 keer teruggaan naar de origin story van United Painting? Nou, in een heel vogelvlucht ben ik ooit eens 15 jaar geleden met Jeroen Koolhaas in Brazilië begonnen met een schilderij in een sloppenwijk in Rio de Janeiro. Die favelas? Ja, en dat heette toen Favela Painting. En dat is eigenlijk in de 15 jaar uitgegroeid tot een hele groep van mensen die op verschillende plekken kunst maken. Ze hebben ook projecten gehad in Amerika en op Curaçao en in Haiti. Heel veel verschillende projecten in Nederland. Maar bijvoorbeeld, as we speak, wordt er ook een heel groot mozaïek gelegd in Rio. En we volgen eigenlijk elkaars werk via ons eigen Instagram-kanaal. Want iedereen heeft dan die inlogcodes. En dan kijken we gewoon van wie er wat aan het posten is. Dus het is zo. En we weten heel vaak ook, misschien is het voor ons ook een beetje mysterieus. We weten heel vaak ook nog niet precies wat het wordt als we beginnen. En ik denk dat de ervaring ons meestal wel leert dat het altijd wel goed komt als je dat met z'n allen die beslissingen maakt. En kan iedereen bij United Painting komen? Of moet je daar eerst voor door een ballotage? Hebben jullie een soort embleem? Of hoe werkt dat? We hebben wel een embleem, toch? Maar dat is het logo. Nee, ja, je kan er gewoon bij komen. Als er te veel mensen tegelijkertijd schilderen, wordt het een beetje een zootje. Dus we hebben vaak wel een soort cap erop. Van niet meer dan 10 op dit project of 20 op dat project. Maar bijvoorbeeld nu hebben we gewoon van allemaal verschillende projecten die in verschillende steden zijn gewoon gezegd van wie zin heeft, teken je in op een intekenlijst. En dan komen ze mee schilderen. Ja. En wat is de rol van een specifieke plek dan? Want deze tentoonstelling, hè, Refresh Amsterdam, gaat over sense of place, gevoel voor plek. Jullie zitten dus op verschillende plekken. En tegelijkertijd ga je met locals dat werk maken. Maar hoe belangrijk is de plaats waar je het werk maakt? Dat varieert elke keer ook weer. En het is altijd. Ik denk ook dat het creëren eigenlijk van het werk met de mensen, met de locals zelf, dat is eigenlijk het ding wat het zo bijzonder maakt. Wat United Painting ook zo bijzonder maakt. Of in ieder geval wel voor mij, als ik meewerk. En dus elke stad waar we zijn, is dat gewoon weer een hele unieke ervaring. En je komt zo op een bijzondere manier in contact met nieuwe mensen. Met allemaal hun eigen verhaal. En dat is gewoon ontzettend waardevol eigenlijk om daar mee te werken. Ik zou eigenlijk gewoon, ja, iedereen moet dit gewoon een keertje doen. Iedereen moet een keer meedoen. Ja. We werken nu eigenlijk met nieuwe Amsterdammers en nieuwe Nederlanders. Dus het is ook, we hebben het dan over locals, maar het zijn ook new locals. Dus ja. Die weer verbonden zijn met allerlei plekken in de wereld. Ja, dus we hebben de laatste tijd best wel veel projecten met nieuwkomers gedaan. Mm-hmm. En er schilderen ook bijvoorbeeld mensen van We're Here schilderen mee met ons. En, hadden we net in de uitzending trouwens. Ja. Ja, dus het is ook heel tof dat je gewoon op die die plek die je creëert is een heel welkomende plek. Ja. Dus je kan gewoon meedoen en dan, dat is heel laagdrempelig. Maar Maurice, jij was helemaal gefascineerd meteen. Zeker. En ja, dat komt ook mede omdat dat we natuurlijk ook hebben samengewerkt aan de campagne voor Refresh. En dat is wel heel interessant, Dre, want jullie hebben de visuele identiteit ontworpen. Samen met Multitude, het grafisch ontwerpbureau, is dat ook digitaal naar een platform vertaald. En we hadden Kevin Ossepa die het campagnebeeld heeft geschoten. Als je nu een beetje terugblikt, dan denk ik, nou, het is best wel succesvol gegaan. Maar jij zei, zet 3 partijen aan de tafel, dat had ook heel goed kunnen mislukken. Kun je daar wat over vertellen? Nou, ik kan er alleen over vertellen als onlooker, want ik ben eigenlijk bij die 3 partijen niet zelf erbij geweest. Maar het is echt de hulde aan alle 3. En Marije, die heeft bijvoorbeeld een patronentaal ontworpen, die door Multitude weer tot een. Nou, iedereen heeft het al lagen, dus ik kan het beter aan Marije vragen, want het is echt haar kindje. Nou, deels van ons allemaal. Dat is bij United Painting delen we eigenlijk natuurlijk een hele hoop dingen. Maar ik heb inderdaad in trant van United Painting en eigenlijk ook de carpet, dat was echt wel het startpunt. Eigenlijk een toolkit gemaakt met
vormen die je op een bepaalde manier kan combineren. En die combinaties zijn natuurlijk eindeloos. En het is gewoon ontzettend leuk, zowel in de visuele identiteit als in de carpet eigenlijk nu boven, om te zien wat mensen daar zelf mee doen. Dus ik heb dat eigenlijk een deel gemaakt en dat geef ik dan weer door aan de volgende om vervolgens weer een interpretatie van te maken. En dat werkte gewoon heel erg leuk. En dan, zo kom je ook tot nog veel meer nieuwe dingen als dat ik ooit zou kunnen verzinnen. En dat is gewoon echt tof. Op zoveel manieren werkt. Want heel veel, in principe eindeloos. Muren, bijna soort elke muur die nog wit was boven in jullie museum. En we hebben ook een soort lab bovenin, hebben jullie, hè? Meegepakt. Ja, heel fijn, heel fijn. Maar er zijn ook plakkers, dus je kan ook hier langskomen en bezoekers kunnen ook hun eigen. Dus al die vormen die Marij heeft gemaakt zijn in een soort transparante stickers. Dus je kan zelf ook met die patronen aan de slag. Ja. En die dingen die we buiten aan het doen zijn ook weer daar. En de hele stad hangt er opeens mee vol. Het is dus eigenlijk een soort van open source in die zin. Hè? Het is een soort van broncode die jij hebt gemaakt. En iedereen kan daar op een of andere manier inpluggen. En daar dan zelf weer iets mee doen. Ja. Ja. En toch heeft het een vingerafdruk. En dat verbaasde mezelf dat dat zo goed gelukt is heel erg. Want dat vind ik echt heel tof. Ik ben echt zelf ben wel een fan van hoe het gegaan is. Ik zie er naar uit en het is echt elke keer weer anders. Het ververst zich. Het past daardoor perfect bij de titel van deze tentoonstelling. Refresh Amsterdam. Wij laten jullie nu weer gaan om de puntjes op de i te gaan schilderen nog. Even terug de kou in. Laatste avond voor de opening. Zet hem op, jongens. Jongens, dit kunnen jullie. Dank jullie wel. Hartstikke bedankt. Dank je wel. Heel veel succes. Ja, thanks. Dit was alweer de vierde aflevering van AM Live, geheel in het teken van Refresh Amsterdam. Met dank aan onze gasten van vanavond. Vanaf morgen opent de tentoonstelling en is er een rijk gevuld randprogramma binnen alle coronamaatregelen natuurlijk. Meer informatie daarover vind je op de gloednieuwe website www.refresh.amsterdam. En volgende week donderdag zijn we weer terug met de laatste uitzending van AM Live van dit jaar. En wat een jaar is het geweest. Daar gaan we onder andere met elkaar op terugkijken. Maar we kijken ook vooruit naar het nieuwe jaar. Met een panelgesprek rondom de vraag: wie heeft er zeggenschap over de Gouden Koets? Ook komt Cesar Majorana langs om te praten over het muziek-keer-museumproject Art Rocks. En hebben we Soundtrack City in de studio om het te hebben over hun zaal in corona in de stad. Kortom, weer een goed gevuld programma om de feestdagen mee in te luiden. En deze uitzending is natuurlijk op zondagochtend om 10 uur en op maandagavond om 10 uur terug te zien op televisie bij Salto. Ook is de uitzending te beluisteren als podcast via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.